Hoi en welkom bij Timmy nog even 0. Vandaag een nieuwe video over de AliExpress Shure SM57A. Dit is een fake en we gaan hem even vergelijken met de echte Shure Beta 58A. Dit is een echte. Dat komt later. Gaan we even uitpakken. Ik heb hem dus ongeveer zo gekregen. Nou. Hop. Hebben wij een zwart zakje die een beetje vreemd aanvoelt eigenlijk. Het is sowieso in ieder geval geen echt leer natuurlijk. Nou, dan ritsen we hem open. Hebben we hier een plastic gerapte houder zonder verlopen naar een klein schroefdraad. Nou, voelt een beetje cheap aan, plastic. Goed. En dan natuurlijk waar we voor komen, de microfoon in dubbeltjes plastic ingerapt. Even het verschil. Nou, lengte klopt wel. De echte Shure is toch wel twee keer zo zwaar als de neppe. Dat hoor je ook al aan het geluid. Even het geluid van de kop. Oh, deze is wel echt dood. Deze klinkt een beetje hol. Hetzelfde geldt voor het handvat. Ja, weet je wat? We gaan hem gewoon aansluiten. Goed, de echte Shure SM58A. Dichtbij. Verder af. Ja, ik kom dichterbij. Check. Oké, goed. Geen EQ, geen compressors, helemaal niks toegepast. Dus laten we eens overgaan naar de fake SM57A. SM57A. Goed. Dichtbij. Ver af. Ja. Hey. Goed, ik praat nu op dezelfde afstand ongeveer als net bij de echte Shure, de fake SM57A. Ja, hij heeft wel een apart geurtje ook. Nog steeds geen processing op deze microfoon. Dus ja, dat is het verschil. Goed, nou ja, wat ik heel erg merk is dat het verschil eigenlijk helemaal niet zo groot is. Ik vind het best grappig eigenlijk hoe dit mogelijk is. Nou, even voor de duidelijkheid. Ik hoor een verschil, duidelijk verschil in het controle van het laag. Je hoort de puh en je hoort dat ik het handvat vasthoud. Dat soort dingetjes horen. Het hoog is van de echte Shure net even iets meer helder. Iets meer gedetailleerd. Maar voor de rest klinkt hij best goed. Nou moet ik zeggen, ik heb op een normaal volume in die microfoon gepraat. Ik weet niet wat hij doet met hoge SPL. Hoge volumes. Gaat hij dan over zijn nek, ja of nee? Ik weet het niet. Dit was met de Steinberg. Moet ik even spieken. UR22 MK2 preamp. Gewoon rechtstreeks op de kanaal erin. Zelfde gain aangehouden. Zelfde EQ, want er zit helemaal geen EQ op. Geen compressors, helemaal niks. Geen audio editing. Dit is hoe de microfoon klinkt met mijn stem. Wat doet hij nou eigenlijk met een instrument, een gitaarcabinet, een gitaartje, piano, weet ik veel wat je ermee wilt doen. Weet ik dus niet. Waarom? Ik heb hier geen instrumenten. Dit is puur even met spraak getest. Ik vind het best grappig, want je betaalt er ongeveer 15 euro voor. Op zich voelt hij wel prima. Laten we hem natuurlijk ook even openschroeven. Nou. Laten we even die Shure ook even openschroeven. Zo te zien heeft hij een soort van zelfde ophanging. Ja, dit is wel anders. Er zit een heel goed rubber in de echte Shure. In de fake Shure zit een losse rubber en ik voel iets mee tikken of bewegen. Voor de rest allebei een foampie. Dat witte plastic. Nou, het heeft allemaal invloed natuurlijk op de audio. En ze hebben best een mooie replica gemaakt. Ik vind het vrij grappig. Want wat gebeurt er nou als je hier... Kan je nou hier bijvoorbeeld ook een echte kop opschroeven?
Je ziet het. Dat kan ook natuurlijk. Dus, al met al, een best grappige aankoop om... als je net bijvoorbeeld begint met een bandje of met presenteren of je wilt livestreamen, perfecte microfoon om te gebruiken. Ik zou zeggen, check het linkje beneden in de beschrijving, daar kan je hem ook gewoon kopen. Niet gesponsord overigens, maar ik vind het gewoon super tof dat het toch best wel goed klinkt. Dus ik bedank je voor het kijken en ik zou zeggen, ik check het weer bij de volgende video.